Hallo en welkom bij vlog 3 hier in Portugal. Het is al vlog 3, super snel gegaan, maar het is ook onze derde locatie. We zijn al ingecheckt in ons hotel en het was eigenlijk de bedoeling dat we in Coimbra zouden blijven. Want Coimbra is een stadje, ik had daar super veel over gelezen, over opgezocht. Zou echt super mooi zijn. Ik moet zeggen dat Portugal tot nu toe overal al heel mooi is geweest. Maar Coimbra zou echt wel een topper zijn. Nu waren die hotels ofwel super duur ofwel gewoon uitverkocht. Vandaar dat we een beetje verder zijn gereden naar Anchao. Ik zal die naam in beeld zetten, want ik weet niet of ik dat juist uitspreek. Dat is niet zo heel ver van Coimbra en van hieruit kunnen we nog verschillende andere dingetjes doen. Een nieuwe stad, een nieuw hotel, een nieuwe roomtour. Dus ik ga jullie dat gelijk laten zien. Een roomtour van het Ancy Turismo Hotel trouwens. Ja, ik heb dat hier net opengekrapt. We gaan daar niet op letten. Dit is de voordeur. En wij hebben een kamertje zonder balkon. Je hebt er ook met dan twee aparte beddekjes. We hebben dat net opgezocht. En ja, we hadden het zo gereserveerd. En het doet me eraan herinneren dat dat de laatste kamer was die we konden reserveren. De wifi is hier goed. Dus Nico zit al op zijn laptopje. Aan de andere kant hebben we dan een grote kast. Met daarnaast een spiegel. En ik zei net dat als wij ooit een huisje zouden hebben en we kunnen de spiegels kiezen om te zetten, dat ik ze ook zo wil zetten. Want je kan dus hier in de spiegel ook de achterkant van je outfit zien. Super gemakkelijk. Dan hier langs die kant een kast met een ijskastje. Bureauruimte die we gebruikt hebben om onze snacks op te zetten. En hierin zit dan nog een extra donslaken en kussen. En hier nog een paar extra kapstokken om de kledij weg te hangen. Dan aan de overkant van de kamer hebben we een kleine zithoek met een tv, een kast. Dan die andere grote spiegel en een uitzichtje. Maar het is niet echt een uitzichtje, want je kijkt eigenlijk gewoon op de straat. Als we dan die slaapkamer hier verlaten, komen we in de badkamer. Het is een super schattig spiegeltje. Lavabootje. En hier heb ik eigenlijk nog niet gekeken. Ja, er zit niks in. Dat is niet erg. Hier dan nog een tafeltje en een geblindeerd raam. Allee, zo een gematifieerd raam, ik zal het zo zeggen. Toiletje, douche. Meer hebben wij hier eigenlijk niet nodig, aangezien we van plan zijn om morgen bijvoorbeeld een hele dag naar Coimbra te gaan. Vandaag gaan we denk ik gewoon wat chillen, een beetje in de zon zitten. Hier bovenaan is een heel mooi groot terras. En dan gaan we nog zien wat dat de plannen zijn. Dit weekend is ook hier een festival aan de gang. Dat zagen we beneden aan de receptie al, een soort van Romeins feest. Misschien dat we daar ook wel eens naartoe gaan. Dus ja. En blijkbaar is er gewoon, als wij onze kamer uitstappen, een klein leuk terrasje. Dus we gaan ons hier eventjes in het zonnetje zetten, van het uitzicht genieten en onze volgende dagen een beetje plannen. We hebben hier net in een superlokaal restaurantje eigenlijk heel lekker gegeten. Tapas, verschillende zeevruchten en hier en daar een slaatje en wat vis en zo. Super lekker en heel lokaal. En ik heb ook een dessertje genomen, een chocomousse. En er werd mij aangeraden van er olijfolie en zout op te doen. Ik moet zeggen, zeker eens proberen, want het is echt heel lekker. We zijn nu terug onderweg naar het hotel. Het is ondertussen 9:30, wat dus best een beetje laat begint te worden. We hebben er een tamelijke reis op zitten vandaag. Toch een 200 kilometer gereden. Super warm hier. Dus we gaan lekker terug naar het hotel. Morgen een volledige dag naar Coimbra. Dus ik zie jullie daar. Doei! Het is zaterdag en we zijn in Coimbra. Meer bepaald in Forum Coimbra. Een shopping center with a view. Toen dat we Coimbra ingaven in onze kaarten-app om naar hier te rijden, kwam dit shoppingcenter eigenlijk als eerste tevoorschijn en we dachten waarom ook niet, het is zaterdag voormiddag, dan kunnen we shoppen en check de eerste winkel die we tegenkomen. Ja, misschien dat er toch wel een kleine pashokje shoplog in deze vlog zal komen. Maar ik denk dat we eerst de rest eens gaan verkennen en niet meteen Primark binnenstappen. Eerst eens rondkijken wat het shoppingcenter ons te bieden heeft. Shopping with a view en een view is er zeker en vast. Wel mooi, maar zo redelijk leeg hier van voor. Maar in de verte is het wel mooi en interessant om naar te kijken. Ik heb hier ondertussen ook al een paar winkeltjes gedaan. Bershka, Zara, zo die Spaanse winkeltjes. Maar niet echt iets gevonden. Het is wel goedkoper dan bij ons. Maar ja, als je niet echt iets vindt, dan moet je niet kopen om te kopen. Het is wel heel leuk om eindelijk een keertje gewoon een paar winkeltjes te doen. Want dat hadden we deze vakantie nog niet gedaan. We gaan verder kijken en eindigen doen we sowieso bij Primark.
Oké, pashokje bij Primark. Ze hebben alle hangertjes ervan afgehaald. Dat doen ze hier precies. Ik heb een rokje, een broek, een leren broek en een trui. Allemaal dingen die ik in Luik niet gevonden had. En ik ben net een week geleden naar Luik geweest. Die pashokjes shoplog, die heb je waarschijnlijk al gezien. Ik moet zeggen, hier, de keuze hier is echt minimaal. Maar 10% denk ik van alles wat je hier vindt is wat je in Luik zou kunnen vinden. Dus dat toont maar hoe klein de winkel hier is. Dit kleedje bijvoorbeeld heb ik vorige week gekocht. Hier niet gezien. Net zoals bijna alles van in mijn pashokjes shoplog. Dus dit zijn een paar dingen die ik niet had gevonden in Luik en hier heel graag eens wou passen. Dus let's go. Klein detail dat ik uit het oog was verloren. Ik heb mij ingesmeerd met zonnecrème. Dat is een olie. Waardoor ik dus die broek niet optimaal naar boven krijg. Ik heb mijn best gedaan, maar ik voel dat hem vastzit door de olie. Dat is de leren broek trouwens. Ik vind hem er wel heel leuk uitzien, maar ja, misschien toch niet helemaal de broek die ik zoek. Met daarop een oversized trui. Ik ben helemaal buiten adem. In een soort van licht topig kleurtje. Die had ik ook niet in Luik gevonden. Ik vind hem wel mooi, zeker bij die zwarte broek. Dus misschien dat de trui wel meegaat, maar ik heb nog een broek. Ik ga die daar eerst eens oppassen. Oké, volgend broekje is zo'n beetje een 70s inspired broekje. Hier lekker strak, die dat dan zo heel fel uitloopt. Enige probleem, ik ben heel klein en deze broek is dus te lang. Ik heb er al zeker zo'n tientallen gepast. Elke keer is die gewoon te lang. Jammer. Maar ik heb nog één rokje om te passen. Dus dat zal ik nu eerst aan doen, want dit is het toch niet. En dan het laatste wat ik aan heb. Ik heb trouwens super veel van die plusjes in mijn haar zitten, zoals ik dat daar juist op camera had. Sorry daarvoor. Nog altijd diezelfde trui met dan een rokje. Ik weet niet of ik helemaal overtuigd ben. Het is wel een dikke stof, leuk voor in de winter. Dan een kousenbroek en die Dr. Martens die ik gekocht heb, zou ik het wel zien zitten. Maar zo weet ik het niet goed. De kleur van die trui. Ik vind hem wel heel mooi, maar ik weet het niet. Ik ben niet overtuigd. Prijsjes. €12 voor de trui. €16 voor het rokje. De 70s broek die gaat er voor €13. En dat leren broekje €15. Nu, ik moet eerlijk zijn, ik denk dat ik niks ga meenemen. Die trui die ga ik sowieso wel vinden bij de Primark in Antwerpen of in Luik of ergens anders in België. En als kofferruimte gespaard, dus een goedkoop shoplog vandaag. En wat dat echt in elk buitenlands shoppingcenter opvalt, is dat het bovenste verdiep echt een foodcourt is, waar dat er heel veel verschillende etens, restaurantjes zijn. En de plaats zelf is eigenlijk één grote zitplaats, waar je dus overal kan zitten om te eten. Valt echt super hard op en als enkel in het buitenland en bij ons niet. Ik vind dat wel jammer. Oké, vergeet het uitzicht van daarnet. Dit is de view we're talking about. Coimbra aan de overkant van het water. Wauw. Slow zoom. Super mooi dit. Uitzicht om blij van te worden. Ik ga nog blijer worden, ik ga niet liegen als ik een beetje kan eten. Dus op zoek naar iets om te eten. Let's go. Happy girl, want ik ben hier aan het wachten op een sushi minuutje. Ik ben voor de veggie gegaan. Aangezien dat mijn maag tegenwoordig toch zo lastig doet, met dan als extraatje een slaatje, kan het niet vinden. En ook een chicken spring roll. Dus ga ik nu eventjes op wachten. Jammer. Ik weet niet wat jullie denken, maar ik ga echt smullen. Yummy, sushi! Na het shoppingcenter, na het lekkere eten, Food Baby, die is er wel, zijn we de auto ingestapt voor 5 minuutjes en naar de Jardim Botanico Universidade de Coimbra, dus de botanische tuin. De botanische tuin, beter gezegd, van de Universiteit van Coimbra. Die is gemaakt in 1772. Dus ze hebben een collectie van planten die gebruikt worden voor hun medical sciences. Dat is wel interessant. Exceptional plant collection. Aha, UNESCO Werelderfgoed. Dus heel interessant om eens te zien. Ik kijk naar de bochtjes en ik vrees ervoor dat we een bergtochtje tegemoet gaan. Let's go! Jardim Botanico. Let's see what it's all about. Eerste bergje is al zover.
En die zuilen die staan er dus nog steeds. En dan krijg je eigenlijk in het Engels best wel wat informatie. Ten eerste hier over de kapel die achter ons staat. En ten tweede over het Bamboo Forest. Daar hebben we daarnet langs gelopen. En zoals je kan zien, is dat dus echt wel een forest. 8 hectare stond erbij. En een leuk wist je datje? Sommige bamboes die kunnen tot wel 5 centimeter per uur groeien. Dat heb ik juist gezegd, hè Nico, want dat klinkt echt raar als ik dat zeg. En ze kunnen tot 8 meter groot worden. Er staat ook bij dat je de bamboe liefst niet te ruw moet aanpakken. Zoals je kan zien, wordt erin gekerfd. Maar het is wel leuk om zo eens een grote bamboestok te zien. En zoals je misschien ook wel kan zien, liggen daar in het midden heel wat bamboestokken neer. Aan het begin van de tuin werd ook gezegd dat ze enkele jaren geleden, in 2018 geloof ik, een soort van orkaan hebben gehad. Ik weet de naam niet meer. En dat die orkaan hier best wel wat dingen verwoest heeft. Dus dat er heel veel dingen in opbouw zijn, dat je ook op bepaalde stukken niet mag komen door die orkaan. Dus dat is wel heel handig dat ze dat erbij zetten. Natuurlijk iets minder voor ons, om die dingen te zien. Hier is dan die kapel. En die is nogal echoig. Maar ook wel leuk dat dat hier te vinden is. Hallo. We staan hier aan de Latijnse naam Ficus macrophylla. Wist je dat? Ik heb 6 jaar Latijn gedaan. Ik denk niet dat ik dat al ooit op mijn YouTube kanaal gezegd heb. Slow zoom en dan zien jullie hoe dat die boom eruit ziet. Er staat ook bij dat dat er een is die normaal in Australië groeit. Check die wortels. Nico zei het ook net, en ik moet hem daar gelijk in geven, dat ik het heel jammer vind dat er niet bij staat hoe oud dat die boom is. En deze kant zijn er Harry Potter fans in de zaal. Doet mij echt denken aan de eerste ontmoeting met Voldemort in het Verboden Bos, waar Harry zo tussen wortels valt. Mooi ding dit. Een paar liaantjes eraan, zonnetje erbij. Pretty. Langs daar kunnen we niet meer verder, dus we gaan eens zien wat er langs de andere kant is. We zijn hier verder de Bamboo Forest doorgewandeld. Nico probeert zich te verstoppen, maar ik heb hem al gespot. En zoals ik zei, ik kan dat hier misschien al een beetje zien. We gaan op en neer. En het is een semi-vermoeiende wandeling, toch? Ik bedoel, een heel vermoeiende wandeling. En nog een berg omhoog. Wat is dit? Was dit ooit een reception desk? Deze geeft mij Jurassic Park vibes. Wandel, wandel, wandel. Daarnet waren we daar. En nu zijn we aan de Central Plaza gekomen. We gaan eerst een poortje door. Sorry voor zij die planten haten. Het wordt een heel groene vlog. Vrees ik. Het is hier wel echt heel mooi. Zeker een aanrader als je hier in de buurt bent. Oh, kleine vijvertjes. En kopjes te bespeuren. Maar geen kikkertjes of zo. Eigenlijk niet heel veel diertjes nog niet gezien. Wel mooie uitzichtjes. En je kan je alleen maar afvragen hoe het er vroeger uitzag. Want nu, alles ligt er een beetje verlaten bij. Dan begin ik zo wel een beetje te dagdromen over hoe die universitairen hier vroeger hebben moeten rondlopen. Een mooie trap daar. En een serre ook. Daar moeten we nog eens kijken. En ik weet niet hoe ver dat het dan nog doorgaat. Maar dat zien jullie zo dadelijk in de vlog. Een kleine serre. Naast de grote serre. Die grote is toe. Die kleintjes ook. En die van daar is stuk geslagen. En ik denk dat we op het einde van deze weg, dus tot daar, een heel mooi zicht over Coimbra gaan hebben. Dat denk ik wel. Veel groen. En in de verte, the city, pretty Coimbra. Hij slaapt. En ook Coimbra is gelegen aan een rivier die de stad door twee split, om het zo te zeggen. Er zijn ook verschillende bruggen. Daar zie je er al eentje van. Hier wel een leuke fontein. Daar is er nog een brug. En daar verder, of daar verder, ik weet het nu niet, zeker is er nog eentje. Super gezellig wel. En zowel aan deze kant als aan de andere kant heb je wel een heel mooi zicht. Van hier al het eerste deel. En daarnet waren we daar in het shoppingcenter. Dan heb je de overkant ook gezien. Heel mooi. Mooie uitzichtjes. Maar dat zijn we al gewoon hier in Portugal.
Het is een heel uitzonderlijk, maar lieve hond. Eventjes een Samson pin gespot hier op een tweedehandsmarktje. Gewoon in Coimbra in Portugal. Gewoon een Samson, hoe zot is dat? Ik ga eens kijken of er niks Disney-achtig tussen zit. Aristokatten of iets anders. We zijn in Portugal, Dos Pequenitos. En ik denk dat ik dat het best kan vertalen als mini-Europa à la Portugal. Want hier staan superveel Portugese architecturale dingen die ze dan in miniatuurvorm hebben gemaakt. Ik had het op Instagram eigenlijk tegengekomen. Superleuk om fotootjes bij te maken. En ik denk dat ik mij nog nooit zo groot gevoeld heb als hier. Ja, het is hier toch niet echt mini-Portugal hoor. Ik snap het eigenlijk nog altijd niet. Je hebt zo per land precies dat ze van binnen van alles tentoonstellen. Maar ik ga eens een Google search doen en zien wat dat het hier net is. Want ik snap het toch niet echt zo goed. Snap. Deze kant is dan weer superleuk. En we hebben ook al een paar Portugese miniatuurbeeldjes gezien. Deze is leuk. Sommige deurtjes gaan ook open. Ik weet alleen niet of dat ze hier open gaan. Oh my god, dat is hier mega mini. Ik ga eventjes de gang door. En in de huisjes kan je ook nog eens rondlopen. Ze zijn wel heel smalletjes. Maar zo super fijn afgewerkt ook. En poortjes open en toe. Het is wel heel leuk. En heel dit gebouwtje, kunnen we zeggen, is Lissabon inspired. In Lissabon zijn we al geweest natuurlijk. Het ziet er wel heel leuk uit. Toen we het park binnenkwamen en het eerste deel wat gezien hadden, hadden we zoiets van, oh nee, wat hebben we nu gedaan? Maar nu we dit echte monumenten van Portugal zelf gezien hebben, en die kleine huisjes en zo, is het eigenlijk echt wel de moeite. Heel leuk om te zien. Het is alleen warm. Echt super warm. De binnenstad van Coimbra. Redelijk leeg voor een zaterdag. Niet echt superveel bekende winkels. Wel een zanger en een Nata-restaurant. We hadden vandaag nog niet genoeg heuveltjes gedaan. Maar ze blijven komen. Gezichtjes zijn het wel waard. Ik denk dat ik dat deze vlog al een paar keer gezegd heb. Dit doet mij wel heel hard aan Lissabon denken. Het heeft ons dan toch een uitzicht geleverd. De oudste kathedraal van Coimbra, als ik mij niet vergis. Die ziet er zo uit. De geneeskundefaculteit, de bibliotheek, een mooi plein. Maar Nico is al verder en ik denk dat dat binnenplein nog mooier zal zijn. Enter the gate. Wauw. Faculteit van Rechten. Ik ga even binnenpiepen. Maar ik zal het maar zo laten. We zijn een van de gebouwen binnengegaan. Het ziet er zo uit. Heel veel van die tegeltjes langs de muren. Oude vloeren, nog zo van die tegeltjes. Hier is zelfs een kapel. Een heel katholieke universiteit dus. En dan kom je terug uit op het binnenplein. Imposante deur. Supermooi. Wist je trouwens dat de Universiteit van Coimbra de oudste universiteit van heel Europa is? En dat Coimbra heel lang de hoofdstad van Portugal is geweest. Deze universiteit kan je vergelijken met Oxford of Cambridge van de UK. Maar deze is dus de oudste van heel Europa. En heel veel Erasmus-studenten zitten hier. Maar ook heel Portugal wil graag hier studeren. Omdat het zo prestigieus is. Dus ja. En als ik nu echt heel eerlijk ben, als ik nog student had geweest, dan had ik ook hier heel graag een studententijdje doorgebracht. Gewoon omdat het zo mooi is. Alleen de bergjes, die moet je er wel bij nemen. Ik bedoel, ik ga gewoon echt beelden van het plein blijven maken.
Maar ik denk niet dat de beelden echt tonen wat ik hier zie. Het is echt, ik vind het echt super mooi. Ik ben ergens waar ik niet mag zijn. Ik vind het wel mooi. Ja, nu ik hier toch ben, moet ik mijn subiet maar van de domme houden. Oh, ik hoor iemand. Terug weg. Valt het al op dat ik echt een sukker ben voor oude dingen en architectuur en zo? I like it. We zijn doorgewandeld naar wat je wel de studentenbuurt zou kunnen noemen. En we hebben hier een traditioneel Japans restaurantje tegengekomen. 2 keer sushi op een dag. Ik kan dat. Het is tijd om Ans jou te verlaten. Ik heb deze morgen mijn haar gewassen. Het gewoon aan de lucht laten drogen. Geen make-upje op. Dus excuse de grote ballen. Want we gaan toch een tijdje in de auto zitten. Dubbel denim. Want ik wou mijn vest niet in de koffer steken. En het is wel redelijk frisjes. Dus de koffer wordt toegedaan. We zijn helemaal klaar om te vertrekken. Ik sluit de vlog hier dan ook af. Want volgens mij gaan wij nu gewoon wegrijden. Als dat niet zo is, dan volgen er nog beelden. Nu hadden we onderweg toch nog even een stopje gemaakt in Santiago da Garda. Want die affiche van het Romeins festival, die lag bij ons in het hotel. En de receptionist zei ook dat het zeker een aanrader is om tot hier te komen. We zijn tot daar gewandeld en we hebben gezien dat het eigenlijk niet zo wauw was. Dus we zijn terug onderweg naar de auto. En nu gaan we echt naar de volgende bestemming. De beach, het zeetje. Ik heb er zin in. Hoe dan ook, ik hoop dat je deze vlog leuk vond. Als dat zo was, doe dan zeker een duimpje omhoog. En als je onze verdere avontuur in Portugal niet wil missen, abonneer je dan zeker op mijn kanaal. Want de volgende vlogs die komen er ook snel aan. Tot de volgende. Dag!